door de press of the south. Fuck that jabba dabba dishy bitch. Meneer Peter van der Vergen, goeiedag. Goeiedag. Hoe is het? Zeer goed. Ja. Ga die koffertje mee? Ja, maar alleen maar mooie dingen. Ja? Ja. Jij bent ook mijn best geklede intro. Crowd rocking ain't no stopping that rapping ass fool. I've been bad, bro, but you're getting mad for. I won't have to fuck you up. I eat flames up. Shit fire. Dit bijvoorbeeld? Dat ziet er toch vrij nog neutraal uit, ja, nee? Dat is eigenlijk een heel mooi iets. Ja. Daar ging ook een broek bij en die broek heb ik wel een paar keer gedragen. Ook zo'n satijn? Ja, dit satijn. Vind je die mooi? Nee, ah, ja, oké. Okay. Het is uw muskop, niet de mijne. Haha, die staat. Ja. Een broek bij, zo'n beetje een kakzak. Ah ja, oh. Ja. Die doet er dan wel aan en dan niet. Ja, maar het leuke was, dat was een kakzak met dit soort plooikes. Ah, ja. En dat kwam hier zo, dat was precies een soort, grotere piemel. Nee, dat was precies een vagina dat gaat. Dat was een beetje raar allemaal. Maar goed, dus dit, waarom is dat een miskoop? Omdat het is gewoon veel te smal. En je doet dat dan aan in de winkel en denkt van, oh, dat is schoon. Maar dat, ja, zo, je kunt voor de spiegel? Je krijgt dat niet aan. Nee. Nee. Probeer eens. Ja, wel. Het is lang geleden dat ik het gedaan heb. Zie je dat? Ik raak al bijna niet door het ging dat alleen niet dicht, hè? Het ging alleen niet dicht. Zo ken je het? Zo, ik raak in alles, hè, maar alles raakt ook in mij. Oké, en dit eigenlijk... Niet slecht. Het gaat nog, maar zo voelt het. Het is heel rock'n'roll. Het is heel rock'n'roll. Ja. Nu, eerlijk, Peter, het is niet alleen dat te klein is. Hè. Allee. Komt je eruit, Peter? Nee. Doe maar, we hebben even tijd. Hè. Ik wil toch het verhaal van dit weten. Dat heb je, even voor de duidelijkheid, niet van mij gekregen. Dat is van Linde Gol, dacht ik. Effectief. Nee. Nee, dit is eigenlijk een heel belangrijk stuk. Ik heb lang geleden, bij mijn eerste groepje, dat was een punkgroepje, liet ik kleren maken. Ik trad ook altijd op met twee verschillende kousen, bijvoorbeeld. En mijn moeder die dat maakte... zijn mijn vriends, jongen. Echt waar. Hè? Eigenlijk. Ik moet uw stijl een beetje compenseren. Oh my god, ja. Maar dus, en wij heten ook de Uglies. Dus, heel toepasselijk. En ik liet zo bijvoorbeeld... mijn moeder werkte in een textielfabriek. En die had altijd van die hele lelijke streepjes en sterkjes en wat is het allemaal. Maakte daar shortjes van en daar trad ik mee op. En ooit kwam ze thuis met dit stofje van een koe. Ik vond dat geweldig, man. Kom maar, je baseert toch geen styling op La Vache qui rit, Peter? Er was ook een mutsje bij. Kijk, ik zal het mutsje even opzetten. Ja, dat is mutsje. Ja, maar bij u, hè. Dan kun je geen. Maar nee, dan doe dat maar bij u, hè. Nee. Allee, jij gaat beter weg als koe dan mij, laat ons eerlijk. Kijk, maar. Geef toe. Dat is toch de max? Ik krijg al de hele tijd zo'n beetje jeugd. Ik denk, maar wat is dat hier heel de tijd? Ik weet dat jij allergisch bent aan rubbers. Echt, hoe kun je me dat aandoen, Peter? Nee, waarom? Ik kan je het verhaal vertellen van de Crocs. Ik wil ze niet weten. Jawel, je moet ze gewoon, hoe doet je dat? Ik heb dat voor de eerste keer ooit aangedaan bij Noes. En Noes, nee, dat is echt waar. Ah ja, Noes, daar ben ik ook naartoe geweest. Ja, Noes is een wellness. Ja. Dat gebeuren zo, dat is fantastisch. Ik heb de Crocs geweigerd. Ja, en daar hebben ze Crocs om naar de sauna te gaan, naar het buiten, bubbelbad, noem maar op zo. En dat was de eerste keer dat ik in een Croc stapte en dat was voor mij thuiskomen. Dat is alsof je met je voetjes op wolken stapte. Dat gevoel is durft jij? Ja, echt waar. Dus ik moest ook Crocs hebben. En ik gebruik die nu thuis, omdat ik kom dan niet alleen maar achteraan in de tuin mee buiten. Zo. Maar ik kan daar met mijn kiekjes en zo. En af en toe, als ik me niet gelukkig voel... Dan doe je Crocs aan! Even Crocs aan. Peter! En dan bel ik naar u. Dus ik bel meestal als ik naar u bel... Om mij te pesten? Ja. Mee bellen met Crocs aan? Seriously? Echt geen zever. Ik zie je doodgraag, dat weet je. Ik u ook. Hè. Echt heel graag. Wilt je dat dan bewijzen om die Crocs achter te laten? Ofwel is die friend, ofwel laat je Crocs achter. Allemaal geen probleem, ik heb nog een paar thuis. Oh my god. Dat is goed, mocht ze hebben. Allee, we blijven vrienden.